prostitutie. Is dat nu vrijheid, blijheid? This room is only for fuck. Stop. Of keiharde criminele business. Het is misschien ook wel een normaal bedoel, maar dat wil niemand verzwijgen doen. Heb je plezier in seks met je klanten? Do you know what you're gonna do in Holland? Ik denk niet dat er heel veel vrijwillige raamprostitutie bestaat. Gooiers die slaan. We verlaten senior in de hazes. Seks met 20 tot 25 mannen per dag? Maar hoe zit het? Wat gebeurt hier nu echt? Why did you become a prostitute? Because in Romania, if you do normal job, you work only for 100 euro. What you do with 100 euro? You make money for, I hope, my family, my daughter. Maar een Nederlandse vrouw, waarom zit die eigenlijk in de prostitutie? Ja, voor mij is het aandacht geven aan iemand. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is echt wel een passie van me, maar het blijft wel werk. Ik denk dat niemand denkt van nou, yes, vandaag ga ik even lekker met 20 verschillende mannen seks hebben. Een normaal mens die zou zich vies voelen en gadver, wat heb ik gedaan en ik maak mezelf kapot. Hoe ver gaan vrouwen om geld te verdienen? Ga je werken zonder condoom met kans op SOA's, waaronder zelfs HIV? Ik vraag een collega of hij met een verborgen camera een rondje door Nederland maakt. Wat is het minimale bedrag voor betaalde seks? Hoeveel? 25 met of zonder? Zonder. Zonder 25 euro? Ja. Zonder bedoel. De meisje komt hier een kamer huren. Welke papiermolen gaan? Kopietje paspoort. Moet een Europees paspoort zijn. Krijg een kamer voor koophandel. Uitreksel van de basisadministratie. Your room, it cost 125. For one day. Ja. And how many days a week do you work? 6 days. Het is net een hotel met 34 kamers die zijn rendabel. Ja. Ja hoor, we verdienen er geld aan. So for one month, it's like, it's 3,000. Jij hebt een zakelijke bankrekening heb te openen. Ja. Ja. Ik heb het jaren niet kunnen doen. En waarom kreeg je die eerder niet? Omdat ik in de prostitutie zat. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een beroepsgroep waar de meeste banken zich niet mee willen verbinden. Maar prostitutie is een legaal beroep in Nederland. Dus het stigma wat om dat beroep heen hangt, dat is dan de reden, zegt u eigenlijk? Ja. Ik ben er heel duidelijk in. Jij wilt toch een duidelijk antwoord. Wat doet het met je lichaam, dit werk? Het vermoeit. Wij staan met onze kont zo ver mogelijk naar achter en borsten zo ver mogelijk vooruit op zulke hakken. Nou, dat kan nooit goed voor je zijn. Goedemiddag, de Aberdeen. 12 uur op hoge hakken staan met risico op voet- en rugproblemen, blaas- en nierproblemen, stressklachten, hartproblemen. Ja. Nou, er hoort ook nog bij verhoogde kans op SOA, baarmoederinfectie en zwangerschap. Ja, als ik het zo aanhoor, dan is het een zeer verhoogd risico. Ik rij naar Tom. Hij bezoekt al 10 jaar lang 2 keer per week de Wallen. Hoe zie jij prostituee? Voor mij zijn het vrouwen die niet bang zijn, die gewoon dapper zijn, iets te bieden hebben. En dat bedoel ik niet alleen hun lichaam, maar ook iets die je thuis kunnen geven. Stel dat jij dus 5 dagen per week, 10 verschillende vrouwen per dag, die je onaantrekkelijk vindt, niet lekker vindt ruiken, die dus moet beffen, misschien zijn ze wel ongesteld, misschien een hele vieze onderbroek aan, misschien ruiken ze uit hun mond. En als jouw dochters nou zeggen, pap, ik ga de prostitutie in? Het is een keiharde business. Want al die baantjeverhalen, ja. Beetje naïef gedacht. Ik wil graag met een pooier praten. Hoeveel geld kregen die meisjes van jou? Ik heb een schaap. Wat is zeker niet zien. Even een beetje een intelligent meisje. Ja, die moet je half geven, 50%. Hoeveel prostituees werken zonder pooier? Ja, ik denk 10 tot 5%. Voor nog een half jaar terug hadden we een hele vaste ploeg. En die zijn allemaal gestopt. Dus nu zitten er allemaal vrouwen uit het Oostblokland. Ja, die werken voor een pooier. Ik heb geen idee, ik zie nooit iemand. Heb jij wel eens minderjarige meisjes achter de ramen gekregen? Ja, die was 17 of zo, 16, ja. Ja, dat is geen als het nou iemand is die 16 is of 18 of 19.